Fijn dat u er bent en dat we over dit onderwerp met elkaar van gedachten mogen wisselen. De Heilige Geest, de Ruach Yahweh, zoals die in het Oude Testament in het Hebreeuws genoemd wordt. Die Heilige Geest die al vanaf meteen in het begin van de Bijbel aanwezig is. Als God zijn scheppende werk gaat doen, hemel en aarde schiep, dan lees je dat de Geest van God, de Ruach Yahweh, over de wateren was. Broedend, vormend, scheppend. Van meet af is die Heilige Geest in dat scheppingswerk van God betrokken. En natuurlijk ook in het scheppingswerk van de Verlosser van de wereld. De Heilige Geest zal over je komen, wordt gezegd tegen zijn moeder Maria, in het Hebreeuws ongetwijfeld Mirjam. Die Heilige Geest zal over je komen. Het Heilige dat verwekt wordt, zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Laten we om zijn aanwezigheid bidden, zodat de dingen ons duidelijk worden in ons verstand, in ons hart, en dat het een bron van vreugde in ons wordt. Heere, we danken u dat u die Heilige Geest hebt uitgestort, dat scheppende werk en dat herscheppende werk door de Heilige Geest plaatsvindt. Die Geest die bij de schepping aanwezig was, de Geest die het unieke leven van Jezus in de schoot van zijn moeder gecreëerd heeft. Die Geest die met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn en we zijn het ook. Die Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Die Geest die in de wereld aanwezig is en die klopt op de harten van mensen met een stille, zachte stem. Die liefde van God die zo graag helemaal ons totaal vervullen wil, Heere. Help ons als we daar vanuit de Bijbel over gaan spreken en ook de relatie met Israël onderzoeken, dat we daardoor geleid worden. Dat het niet onze theorieën zijn of theologieën zijn, maar dat de Bijbel opengaat en u kunt spreken tot een ieder van ons. Tot lof en verheerlijking van uw eeuwige naam, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Ja, de Heilige Geest, die scheppende Geest van God, die ook Jezus uit de dood heeft opgewekt. De Geest die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. De Geest die door Jezus de Trooster genoemd wordt. Hij zegt, ik laat je niet alleen in de wereld achter. Ja, ik ga naar de hemel, naar de Vader, voorlopig. Want ooit zal die in alle heerlijkheid terugkeren op de aarde. Maar ik laat je niet alleen achter. Maar ik zal de Vader vragen om de Heilige Geest uit te storten. Zodat die bij je is. En dan staat er in de Bijbel, de Heer nu is de Geest. Dus als wel eens in evangelisatieprediking gezegd wordt, geef je hart aan Jezus, dan komt hij in je hart wonen, doet dat wonderlijke werk van de wedergeboorte. Maar is het natuurlijk niet Jezus die in je hart komt wonen, ja, door zijn geest. Hij is gezeten aan de rechterhand des Vaders. Maar door de Heilige Geest kan die bij je zijn en in je zijn. Hij kan je leven totaal leiden en begeleiden. Je kunt wandelen met hem door de geest op weg naar de grote en eeuwige ontmoeting met hemzelf. Toen die geest werd uitgestort, toen gebeurde dat op de Pinksterdag, op het feest van Shavuot in Jeruzalem. De Heere brengt zijn zegeningen in deze wereld door middel van het Joodse volk. Het heil is uit de Joden.
Zoals de heiland uit de Joden voortkwam, de Heer Jezus Christus. Zo zal vanuit dat volk als heilsinstrument van God zijn zegen door de hele wereld gaan. En die Heilige Geest wordt dan dus ook uitgestort op een Joods feest. Nou, wie zijn daar aanwezig op dat Pinksterfeest? Joden. Het feest van Shavuot, een van de tempelfeesten, daar waren Joden. Waar kwamen ze allemaal vandaan? Wel, in die tijd leefden er al grote Joodse gemeenschappen eigenlijk al eeuwenlang in allerlei delen van het Romeinse Rijk. Zoals ook vandaag nog in de wereld Joodse gemeenschappen in alle landen en onder alle volkeren aanwezig zijn. En die spreken ook gewoon de taal van dat volk. Dat was in die tijd, zo'n 2000 jaar geleden, ook het geval. Al eeuwenlang waren er daar die Joodse gemeenschappen in al die delen van de toenmalige wereld. Dat had zelfs tot gevolg dat velen van hen het Hebreeuws niet of nauwelijks meer machtig waren. En zo is al in het jaar 250 voor Christus er een Griekse vertaling van de boeken van het Oude Testament gekomen. De Septuaginta, de vertaling van de 70, zoals het genoemd wordt. Grieks fungeerde als een soort volkstaal in dat Romeinse Rijk. En ook Joden die in al die delen van dat Rijk woonden, hadden behoefte, omdat ze zelf dat Hebreeuws dus niet echt meer machtig waren, om een goede Griekse vertaling van dat kostbare woord van God. Als je dan leest in Handelingen 2, als daar dan het feest van Shavuot is, dan kwamen uit de hele wereld, uit die Joodse gemeenschappen, uit allerlei windstreken, kwamen ze soms of vaak naar Jeruzalem om die feesten, godsfeesten die hij aan Israël opgedragen heeft te houden, om bij de tempel, in de tempel aanwezig te zijn, om dat feest te vieren. In Handelingen 2 lees je dan in vers 5, er waren Joden te Jeruzalem, woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Die komen uit al die windstreken van het Romeinse Rijk. En dan gebeurt daar dat wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Met allerlei verschijnselen. Een geluid van een enorme windvlaag. Vlammetjes, tongen van vuur die zich verspreiden, zetten op een aantal van hen. Niet op die hele menigte van over een miljoen Joden die misschien wel in Jeruzalem aanwezig was. Maar op 120 van hen. Dat getal dat lees je in het eerste hoofdstuk. In die dagen stond Petrus op onder de broeders en er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. Die zijn er in Jeruzalem, die blijven er in Jeruzalem, omdat de Heer Jezus gezegd had, blijf hier totdat ik de Heilige Geest heb uitgestort. Totdat de belofte van de Vader over de komst van de Heilige Geest in vervulling zal zijn gegaan. Ge zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En ge zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Vlak hieraan vooraf in vers 5 heeft hij gezegd, laat maar beginnen bij vers 4. Terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten. Ze moesten dus bij elkaar blijven als groep. Maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes de Doper, doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet veel dagen na deze. En dan zeggen ze, en komt dan het Koninkrijk voor Israël? Dat komt er ooit wel, maar nog niet. Eerst zullen ze getuigen zijn
zij, zijn Joodse vrienden, door de Heilige Geest getuigen zijn in de hele wereld. En dat in steeds wijdere kringen, vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria en tenslotte in de hele wereld. Wanneer dan de geest wordt uitgestort in Handelingen 2, het geluid van die wind, die tongen als van vuur, dan worden ze getuigen door de Heilige Geest. Maar dan zeggen de omstanders, de andere Joden, dit zijn toch mensen die uit Galilea afkomstig zijn, uit het noorden van Israël, dat hoor je aan hun tongval. Maar hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, de streken van Libië bij Cyrene, hier verblijvende Romeinen, dus uit Rome, zowel Joden als Jodengenoten, uit Kreta, uit Arabië, we horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. Er is nog wel eens een discussie wat daar precies gebeurde. Is het een spraakwonder? Spraken ze in al die lokale talen van die Joodse gemeenschappen in het Romeinse Rijk? We hebben al die streken opgenoemd. Of was het een hoorwonder? Ze hoorden hen in hun eigen taal, waar ze in geboren en getogen waren, hoorden ze hen spreken. Misschien is het wel allebei. Spraakwonder en hoorwonder. Talen, engelen, wie zal het zeggen? Maar ze horen hen de grote daden Gods verkondigen. En dan vragen ze zich af, wat gebeurt hier? Wat is dit? Hoe komt dit? Het lijkt wel of ze een soort dronkenschap hebben. Ze een soort vreemde wartaal uitslaan of wat ook. En dan staat Petrus met de anderen op. Hij verhief zijn stem, lees je in vers 14. En dan zegt hij, gij Joden. Het gaat iedere keer om Joden. Want wie waren daar op dat feest van Shavuot? Wat wij dan het Pinksterfeest noemen. Joden uit alle delen van het Romeinse Rijk. Niet-Joden, heidenen, hebben daar natuurlijk niks te zoeken. Maar Joden wisten, voor die feesten ga je naar Jeruzalem. En dat deden ze dus. En Flavius Josephus zegt, soms waren er wel meer dan 1 miljoen Joden bij elkaar uit al die delen van het Romeinse Rijk. En dan zegt Petrus, gij Joden en Jodengenoten, wat zijn Jodengenoten? Dat zijn mensen die niet als Jood geboren zijn, niet in het Jodendom geboren zijn, maar niet-Joden die zich bekeerd hebben tot het Jodendom, die Jood geworden zijn. Dat kan nog altijd. Je kunt je melden bij de rabbijn en zeggen, om wat voor reden ook, omdat je misschien een huwelijk gaat sluiten of wat ook. Ja, ik wil me bekeren tot het Jodendom. Daar zal de rabbijn niet erg happig op reageren, maar als je het dan per se wilt, vooral ook in het geval van zo'n huwelijk, zegt hij, nou ja, dan moet je cursus volgen. Dan ga ik je uitleggen wat het Jodendom inhoudt, precies ook met alle tradities en alle overleveringen. En dan tenslotte, als je een man bent, dan moet je je laten besnijden. Vrouw gaat in de mikve, in het rituele bad. En dan, als je slaagt voor je examen, dan ben je Jood geworden. Proselieten worden ze genoemd, Jodengenoten, mensen uit de niet-Joodse wereld die zich tot het Jodendom bekeerd hebben. En dan ben je dus Jood eigenlijk in alle rechten, alle plichten die ermee gepaard gaan. En dan gaat Petrus uitleggen wat hier op die Pinksterdag nu met die groep van 120 Joden aan de hand is. Dat de Heilige Geest is uitgestort. En dan zegt hij, gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig of verblijvend zijn, dit zij u bekend,
Neem mijn woorden ter oren, want deze mensen zijn niet dronken, zoals je denkt. Want het is de derde uur van de dag, daar is het veel te vroeg voor. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En wat dan volgt is een toespraak van Petrus op die Pinksterdag. Waarin hij de profetie van Joël gaat aanhalen. En dat is eigenlijk een hele merkwaardige toespraak. Door wat erin gezegd wordt, maar ook door wat er niet in gezegd wordt. Als je dat dan leest, dan citeert hij de Joël-profetie. Joël 2 kun je dat vinden, vers 28 tot 32. Trouwens heel merkwaardig, als je de MBV-vertaling neemt, dan bevindt zich dat gedeelte in Joël 3. Dus die hebben op een of andere manier een andere hoofdstukindeling genomen dan de MBG of de HSV of andere vertalingen. Maar goed, hoe dat zij, je vindt daar die Joël-profetie. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen, uw dochters zullen profeteren, uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. Ja, zelfs op de dienstknechten en de dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal, dan gaat hij het volgende daarna zeggen, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Dat is heel merkwaardig. Hij leest dat wel. En hij zegt het in zijn toespraak en het staat ook in de Joël-profetie. Maar het was op die dag helemaal niet aan de orde. Bij wijze van spreken, het was prachtig weer. Het was een stralende dag, zoals heel vaak in Israël. Zeker in de zomertijd. En niks van een verduisterde zon of de maan als bloed en de sterren van de hemel vallen. In de Bijbel kom je al die uitdrukkingen wel tegen. De Heer Jezus heeft ze zelf genoemd in Matthäus 24, in zijn reden over de laatste dingen. Dan spreekt hij over een grote verdrukking die ooit komen zal. Zo erg over de hele wereld als het nog nooit geweest is en daarna ook nooit meer wezen zal. En dan zegt hij in Matthäus 24, vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de machten der hemelen zullen wankelen en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Aan de hemel, dan verschijnt Hij. Dan zullen alle stammen, alle volken van de aarde zich op de borst slaan. Dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. De wolk die daar ook was bij de hemelvaart. De wolk die kwam om als het ware hem mee te nemen naar de hemelse dimensies. Om te zitten aan de rechterhand van de Vader. De wolk die de Shechina, de heerlijkheid Gods, omhulde, die voor het volk uittrok op de woestijnreis van Egypte naar het beloofde land als een wolkkolom desdaags en een licht, een vuurkolom desnachts. Hij leidde zijn volk al die jaren door middel van ja, dat lichtverschijnsel, dat vuur, die wolkkolom. Dat vuur kom je ook tegen bij Mozes, bij de brandende braamstruik. En dan zegt de stem, doe de schoenen van je voeten. Het is een heilige plek waar je staat. Maar het vuur verteert niet de brandende braamstruik. Het is dus een heel bijzondere
vorm van vuur, van licht. C.S. Lewis heeft prachtige boeken geschreven. En als hij dan spreekt over verschijningen van God, ook in de engelen, dan beschrijft hij die vaak als een soort zuilen van licht die verschijnen. In de woestijn, later, als de tempel gebouwd wordt, dan komt de wolk en het vuur, het licht, daalt neer, vervult de tempel. Dan woont God in de tempel, daar in Jeruzalem, nadat Salomo een prachtig gebed heeft uitgesproken. Kortom, die verschijnselen van vuur en van licht hebben alles te maken met het aanwezig zijn, het wonen van God onder zijn volk. Je hebt natuurlijk ook bij de wijzen uit het oosten, die denk ik Joodse astronomen waren uit Babylon, die van het oosten kwamen omdat ze het lichtverschijnsel aan de hemel gezien hadden. Dat het in het sterrenbeeld opgegaan was, dat lichtverschijnsel. Oorspronkelijk hebben die sterrenbeelden, ik heb er onlangs nog een heel boek over geschreven, De Sterren Vertellen, hadden een boodschap aan de hemel zonder woorden. Eigenlijk het eeuwig evangelie in een hemels prentenboek. De 12 stammen Israëls hadden ook een teken, een van de 12 tekenen uit die sterrenbeelden op de vaandels waarmee ze gelegerd waren rondom de tabernakel in de woestijn. Kortom, lichtverschijnsel aan de hemel, die ster van Bethlehem, dat is denk ik ook niet een ster, maar was zo'n bijzondere vorm van lichtverschijnsel. Trouwens, iemand als Abraham Kuyper, ontdekte ik, dacht dat ook. Dat licht dat opgaat in het betreffende plaatje aan de hemel, waardoor de Joodse astronomen weten, hij moet geboren zijn. En dan gaat dat licht zelfs tegen de draaiing van de rest. Van oost naar west leidt hij ze naar Israël, naar Jeruzalem en tenslotte zelfs naar het huis waar Jezus geboren is. Bijzondere lichtverschijnselen. Dat is ook het geweldige van wat er gebeurt op de Pinksterdag. Daar is dus nog geen enkele sprake van die apocalyptische verschijnselen van de eindtijd, hè, waar Jezus over spreekt, dat de zon verduistert. Je leest het, u moet het maar eens zelf nalezen in Ezechiël 32, in Jesaja 13. Je hebt natuurlijk in het boek Openbaring, in het zesde hoofdstuk, heb je de zesde bazuin, Openbaring 6, vers 12 tot 17. Ook daar wordt gesproken over die apocalyptische verschijnselen aan zon, maan en sterren in een tijd waarin er van alles op de aarde gebeurt. Maar dat was toen nog niet aan de orde. Wat ook niet gebeurde toen de geest werd uitgestort, dat die op alle vlees, op die miljoen Joden werd uitgestort. Nee, op een klein clubje, die 120, die ontvangen de geest. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je die vlammetjes, die tongen als van vuur, en die zetten zich op een ieder van hen. Dan gaat God wonen in zijn heiligheid bij de mensen, zoals dat dus in de tabernakel was, zoals dat in de tempel was. Nu wordt er een nieuwe tempel gebouwd, zou je kunnen zeggen, waar de heiligheid Gods, de Heilige Geest, op gaat rusten, op die 120, als een soort voorproefje van wat ooit in de toekomst heel Israël zal aangaan. Maar nu eerst die eerstelingen, die 120.
die de Heilige Geest ontvangen. En natuurlijk geen vuur in de zin van laaiend vuur waar je je hoofd van verbrandt. Nee, net als met die brandende licht dat zich zet op een ieder van hen. De Heilige Geest komt en neemt zijn intrek in de harten van die 120 volgelingen van Jezus. Het heil is uit de Joden. De heiland is uit de Joden. Maar de Heilige Geest is ook allereerst voor de Joden. En door hen heen gaat het de wereld rond. Hoe gaat dat precies gebeuren? Ook dat hebben we gelezen. Dan gezult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Wel, nu op de Pinksterdag begint het getuigenis van Petrus en van die anderen in Jeruzalem. Daar wordt de geest uitgestort. En dan gaat Petrus preken en dan gaat hij zeggen, dit is wat Joël al geschetst heeft, wat er ooit zou gebeuren. Dit is als het ware een voorproefje van wat er ooit in de toekomst met heel Israël zal gaan gebeuren. Dit is wat Jezus beloofd heeft. En wij zijn nu zijn getuigen. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals ge zelf weet. Ze hebben gedurende die jaren dat Jezus rondwandelde, die tekenen van het koninkrijk rondom hem heen in Israël zien geschieden. Maar hij is naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd in de handen van de Romeinen, van wetteloze mensen. Die hebben hem doorboord, aan het kruis genageld. Die hebben hem gedood, maar het is naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Het offer voor de zonde van de wereld, dat eerst. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat zichzelf ten offer stelt. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Wel nu, daar getuigt, maar die Jezus, die is opgestaan uit de doden. Dat is de kern van hun verkondiging. Hij gaat dan verder spreken over dat het lichaam van Jezus geen ontbinding gezien heeft. Deze grote zoon van David, zijn lichaam, is onsterfelijk, onberispelijk, uit de dood opgewekt. Door de Heilige Geest. En wij zijn er getuigen van. Toen ze een 12e apostel moesten kiezen, dat lees je ook in Handelingen 1, in plaats van Judas, die een eind aan zijn leven gemaakt had, toen gingen ze iemand kiezen, ze stelden een tweetal, God wees aan wie het zijn moest, uit al diegenen die alles gezien en gehoord hadden wat Jezus gedaan had en gezegd had, om samen met hen getuige te zijn van zijn opstanding. Zo staat dat in vers 22 in Handelingen 1. Wel nu, dat getuigenis van de opstanding van Jezus, dat begint hier in Jeruzalem. In één keer is alle angst weg. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of helle niet. Het offer is gebracht, het is volbracht. Het was voldoende voor God. De zonde van de wereld was verzoend en de dood dus was overwonnen. Daar getuigen ze van en ze... Het interesseert ze niet meer of ze misschien door de Romeinen opgepakt zouden worden om net zo te sterven als Jezus. Er valt binnenkort ook al de eerste martelaar, Stefanus. En er ontstaat vervolging. Maar het interesseert ze niet. Ze zijn vol van de geest, vol van de kracht. Ze beseffen wat het kruis en de opstanding van Jezus betekent. Dat de dood niet het laatste woord heeft,
Maar Jezus leeft, nu is de dood ons een ingang tot het leven. Welke rust in stervensnood zal dat woord ons hart te geven? Zijn vlees heeft geen ontbinding gezien. En wij zullen leven. En je mag een nieuw mens worden door dat wederbarende werk van de Heilige Geest. Je moet wederom geboren worden, zegt Jezus tegen Nicodemus. Je bent een leraar in Israël. Weet je dat niet, dat je wederom geboren moet worden? En dat is een werk van de Geest dat gaat doen. Wel, ze getuigen ervan, eerst in Jeruzalem. En dan gaat het precies gebeuren zoals Jezus gezegd had. Dan lees je in Handelingen 8... want ze zijn bij elkaar gebleven eerst in Jeruzalem. Maar dan lees je in Handelingen 8. En er ontstond te dien dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. En allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria. Behalve de apostelen, die bleven in Jeruzalem. Maar dus, er kwamen honderden, duizenden Joden tot het geloof in Jezus, maar die bleven ook allemaal in Jeruzalem. Maar door de vervolging die dat opleverde voor deze vroeg-Joodse gemeente, volgelingen van Jezus, werden ze uit Jeruzalem verdreven, zochten ze een heenkomen. Waar? In Judea en Samaria, de streek rondom Jeruzalem en het gebied wat de 10 stammen gekregen hadden. De vervolging dreef ze uit en ook daar werden ze getuigen van Jezus en getuigden van zijn opstanding. En de wonderen en tekenen die Jezus gedaan hadden, geschieden dan ook door hen daar. Je leest trouwens in datzelfde Handelingen 8 die hele geschiedenis van die Simon de Tovenaar, een of andere occultist, die dat vol verbazing ziet gebeuren en dan zelfs geld biedt van, kun je dat wat kennelijk door die geest gebeurt aan zieken genezen en wonderen en tekenen en hier en daar zelfs een dode opwekking, kan ik dat kopen? Dat ik die kracht dan ook heb? Nee, dat kan niet. Maar dan gebeurt het ook in Samaria dat de mensen die daar tot geloof komen wel in de naam van Jezus gedoopt zijn, maar dat het nog niet zover was dat de Heilige Geest op ze viel. Maar ook dat gebeurt dan. En Petrus en Johannes die daar aangekomen zijn, hebben voor hen gebeden dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En dan legden ze hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. En dus dan zegt die Simon de Tovenaar, oh, kan ik dat ook krijgen, dat ik dat ook kan? Nee. Heilige Geest in steeds wijdere kringen. Eerst te Jeruzalem op die 120, dan hier in Samaria op de Samaritanen en in Judea, mensen die niet in de stad Jeruzalem woonden. En dan in Handelingen 10. Hè, bij het huis van Cornelius de Romein vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats. Op niet-Joden. Samaritanen zou je kunnen zeggen waren een soort half-Joden. Maar Cornelius is een Romein, een niet-Jood. Maar ook daar wordt dan, als Petrus het evangelie verkondigd heeft, dan lees je in vers 44 dat de Heilige Geest werd uitgestort. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen uit de besnijdenis, dus die Joden, Joodse volgelingen van Jezus, die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. In steeds wijde kringen. Net zoals Jezus het gezegd had. Te Jeruzalem. In Judea en Samaria. En tenslotte tot de uitersten van de wereld. Ook voor niet-Joden. En dat
mag nu 2000 jaar lang gebeuren. Waar loopt het tenslotte op uit? Er staat nog iets niet in het citaat van Petrus uit Joël 2. Wel wordt daar gesproken dat de geest zal worden uitgestort, dienstknechten, dienstmaagden, apocalyptische verschijnselen. Maar het laatste vers is dit. En het zal geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Ook daar spreekt Petrus over in Handelingen 2. Maar hier volgt daarop, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals de Heere gezegd heeft, en tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heere zal roepen. Dit hele gedeelte begint met, daarna zal het geschieden. Wat was daarvoor dan? Daar lees je hoe het volk terugkeert. Het land is verwoest, uitgemergeld, uitgeplunderd, maar het volk keert terug. En ze maken het land weer vruchtbaar en de steden worden herbouwd. Dan zult ge weten dat ik in het midden van Israël ben, dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal nimmer meer te schande worden. Daarna zal het geschieden dat de geest wordt uitgestort. Eerst nationaal herstel van Israël en daarna de geest op alle vlees. Eigenlijk zien we een spiegelbeeld van toen. We zien nog steeds grote Joodse gemeenschappen in de wereld, hoewel het merendeel inmiddels nu teruggekeerd is naar Israël. Net als in Jezus' dagen. We zien nationaal herstel van het volk. We zien hoe het land wordt vruchtbaar gemaakt. We zien hoe de verwoeste steden worden opgebouwd. En dan, terwijl dan daarna al die apocalyptische verschijnselen er ook zullen zijn. Jezus spreekt erover, de tekenen der tijden, waartoe ook zon, maan en sterren en dat alles gebeurt. Maar te midden van dat zal er voor Israël de grote onthulling, de grote openbaring van Jezus komen door een uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. Niet alleen in de zin van jong, oud, man, vrouw, dienstknecht, dienstmaagd enzovoort. Nee, dan zal gans Israël behouden worden. De profeet Zacharia profeteert daarover. In Zacharia 12, vers 10 tot 14. Van hoog naar laag zal de doofheid en de blindheid weggenomen worden. En zal de geest worden uitgestort op alle vlees. Want waarom keert Israël terug? Waarom keert Jezus terug? Hij zal zich dus openbaren door een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest. Wanneer wij uit de heidenwereld zijn ingezameld, dan mag gans Israël, zoals Paulus het uitdrukt in Romeinen 11, behouden worden. En dan zal opnieuw Israël het heilsinstrument zijn, waardoor de Allerhoogste door zijn heilige knecht Jezus de hele wereld zal zegenen. Zodat van Jeruzalem uit de vrede Gods, ja, die alle verstand te boven gaat, de volkeren zal beheersen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. En van Jeruzalem uit zullen de richtlijnen van de Tora tot heil van de wereld uitgaan. Jezus komt in heerlijkheid. In Hosea 6 lees je in de eerste drie versen, er is een vroege regen en er is een late regen. De eerste regen, dat heb je ook in Israël in de natuur, de vroege regens en de late regens. De eerste regen was voor Israël, de Pinksterdag, 120 mensen. De late regen zal opnieuw voor Israël zijn. Als de uitstorting van de geest. Dan van hoog tot laag, van noord tot zuid, van oost tot west. Het hele volk tot de aanbidding van de koning der koningen en de Heer der heren.
zal brengen, die dan alle dingen voor eeuwig nieuw zal maken. Dwars door alles heen komt God tot zijn doel. Dwars ook door de duisternis van de eindtijd heen komt hij tot zijn doel. Jezus leeft en hij komt om alle dingen nieuw te maken. Het is zijn universum. Het is zijn wereld. Het is zijn volk Israël. Het is zijn aarde. Hoe we die ook misbruiken. Hij zal niet loslaten wat zijn hand begonnen heeft. En het eindigt met dat tenslotte God zal zijn. Alles en in allen door de Heilige Geest. Zullen we samen bidden. Heren, we danken u dat u dat in uw woord zegt en uitlegt. Dat het Pinksterfeest er is gekomen. Dat de Heilige Geest is uitgestort. Die geest met zijn scheppende kracht. Die geest die ook mensenharten kan aanraken. Die nieuw leven, wedergeboorte kan brengen. De Heilige Geest die ons leert wandelen in heiligheid. Zoals u dat wilt. Niet in kracht van het vlees, maar door de geest. Niet voortbrengend de vruchten van het vlees, van de gevallen mens, maar de vrucht van de geest. Heren, die geest die het volk door de wereld geleid heeft. Die geest die nog altijd rondgaat. Wanneer het evangelie tot de uitersten der aarde verkondigd wordt. Heren, we danken u dat we kinderlijk eenvoudig ook mogen vragen. Heren, wilt u ook in mijn hart wonen door uw geest, o Heer. Zodat ook ik heilsinstrument in uw hand kan worden. En de vrucht van de geest, die prachtige negenvoudige vrucht, ook in mijn leven gevonden kan worden. Heren, verhaast het moment dat u de geest zal uitstorten, de spade regen op Israël. En dat gans Israël zal mogen zien wie Jezus waarlijk is. Heren, bescherm uw volk. Dank u dat we mogen weten dat Joden niet zonder God zijn, maar dat ze een blinde vlek voor Jezus hebben. Heren, maar wat geweldig, wat verlangen we daarnaar, wat verlangt hij daarnaar om zich aan zijn eigen volk te openbaren. Wie weet hoe spoedig reeds. Want ze keren terug, eerst het nationaal herstel, maar dan ook het geestelijk herstel, zodat vanuit Jeruzalem de vrede de ganse wereld gaat bedekken. We loven en we prijzen uw naam. Amen.